dat nu al zo veel besproken is van Albertville. Is het nou goed of slecht? Ik heb een keer met regen gereden. Ik heb in december met de World Cup uiteraard gereden en toen was het goed. Ik heb nu ook weer gereden en nu was het gewoon weer wat minder. Het was wat vies en ja, het ijs was toch wat zacht. Maar iedereen heeft het, hoop ik maar. En ja, je moet gewoon hard rijden. Ik heb wel lekker gereden. Ja. Op de ene kant van de ijsbaan is het min 4, dat is de schaduwkant. Aan de overkant is het rondom het vriespunt. Dat is een verschil van 4 tot 5 graden. Daar is het zacht. Als er om 5 uur de zon echt weg is en de machines doen echt goed hun best, dan is het om 5:30 goed ijs. En dan glijdt het bijna vanzelf. Als nu de eerste groep om 4 uur start en om 6 uur komt de derde groep met op papier de minder rijders, maar wel met beter ijs, dan kunnen de hele verrassende resultaten op gaan treden. En ik denk niet dat dat in topsport zo hoort. Onder bepaalde omstandigheden, met name zo 2, 3, 4 uur, als die zon die op het ogenblik behoorlijk sterk is, ga maar eens eventjes in het zonnetje zitten, dan ben je zo bruin, dat op die ijsvloer met toch een beperkte capaciteit, ja, dat geeft hele grote verschillen. Het is een beetje de inselsituatie. As long as it doesn't get too soft, because I'm one of the bigger guys out there and I'm sort of more of a power skater. And if it gets too soft, I'll dig in too much and I won't glide as much. But right now it's fine and I was pleased with the ice. 看着我，啊，看着我的方向。啊，het maakt niet uit, heeft iedereen last van. Dus gelijke omstandigheden. Ik vind het perfect ijs. Het is echt super grip. Heel positief, het is heel goed ijs. Ja, maar laten we even heel eerlijk zijn, Arie. Het is nu bijna 5:30, dus dan moet het goed zijn. Ja, ik vind het prima. Gisteren vond ik het ook uitstekend. Ja, inderdaad, zoals Christine zegt, gewoon heel veel grip. Maar wat moeten we nu gaan doen? Wedstrijden gaan uitstellen of gewoon maar doorschaatsen? Gewoon doorschaatsen natuurlijk. Niet zeuren over schaatsen. Sluit ik me bij aan. Ik ga erop staan in de rij en ik denk er niet eens bij na eigenlijk. Ik zag gisteravond gewoon dat het na de 6 uur goed was. En ik denk dat en ik hoop gewoon dat de organisatie daar ook goed naar kijkt en geen oogklep op heeft. En dan was er vanmiddag een persbijeenkomst. Daar zei arts Schenk het volgende. De vlaggedrager, en daarmee weet je al dat die Yvonne niet is, de vlaggedrager is Leo Visser. En dat heeft uiteraard te maken met de wedstrijdssituatie. Yvonne was de eerste keus en dat heeft natuurlijk alles te maken met haar resultaat in het verleden. Maar dat respecteren we volledig. Het is een 3 kilometer de volgende dag en het hele programma neemt toch een aantal uren, met name een aantal uren staan in beslag. En daardoor is Yvonne afgevallen en is Leo nu de vlaggedrager.